morgen, middag, avond, wanneer je deze video ook kijkt. Leuk dat je weer geklikt hebt en welkom op mijn kanaal Gewoon Suus. Ik ben Suus en ik ben gek op vreubelen, op knutselen, op, nou dat kun je achter me zien, diamond painten, Lego bouwen. Dat is daar te zien en dat doe ik geregeld in lives. Maar ik hou ook heel erg van scrapboeken. Dat doe ik voor elke zaterdag, tenminste ik doe het niet elke zaterdag, maar jullie krijgen elke zaterdag daar een video over. En ook zo ook vandaag. Ik weet alleen nog niet wat ik ga doen. Ik heb nog geen idee. Ik heb al een aantal video's opgenomen vandaag, dus ik ben altijd, die laatste video is een beetje een we gaan het wel zien video en dat is deze. Goed, we gaan het wel zien dus. Ik zou zeggen, we gaan lekker beginnen. En deze we gaan het wel zien pagina begint met dit blaadje. Dat ligt al een poosje in mijn kast en ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ermee wil. Maar omdat deze zo leuk was geworden en ik hier ook veel van dat had gebruikt, van dat Parijse thema, dacht ik, ik ga nu met deze aan de slag. Ik ga dit als achtergrond gebruiken en dan ga ik eerst mijn plaatjes bij zoeken. Ik denk dat dat de meest logische stap is. Even mijn andere camera uitzetten, wat er twee camera's draaien. Die gaan we niet gebruiken vandaag. We gaan eens even kijken of we een vlindertje kunnen vinden. Oh, die is wel heel toepasselijk. Die is wel grappig. Een roosje hoort er niet echt bij. Kijk, dit zijn echt allemaal bloemendingen. Dat is leuk, maar niet voor vandaag. Maar die vlinder is wel toepasselijk. Daar kan ik wel wat mee, denk ik. Kijk, dit is ook leuk, want er staan ook huisjes op. Oh, en nou, hier heb ik allemaal nog stukjes krant. Dat is geen Franse krant. Dus de Herald Times. Dat is Tea Times. Dat is geen Franse krant. De Titanic Sinks. Dus dat is een krant uit 1914. Die is wel leuk. The Wizarding Weekly. Harry Potter. Even scherp stellen. Ja. Harry Potter The Chosen One. COVID-19. Nieuwe headmaster. Voor Hogwarts. Severus Snape. Dit zijn allemaal Engelse kranten. Dus dat gaat hem niet worden. Wat zit hier nog in? Het zijn allemaal plantjes. En een flesje. Ook niet echt. Maar misschien zit hier nog wat tussen. Oh kijk, dit is een, volgens mij een lelie. Ja, dat is ook wel weer een beetje wel weer grappig. Ik ga die toch weghalen. Ik vind hem qua kleur niet mooi. Dit is ook blauw, hè. Ik wil eigenlijk bruin. Een beetje bruinige dingen vandaag zoeken. Die gaat dus ook weer terug. Wat heb ik hier nog meer? Dit is wel bruin. Daar zit weer een wit randje omheen. Dat vind ik weer niet mooi. Even spieken wat hierin zit. Volgens mij zijn dit alle dieren. En knalpaars. Een paars is leuk, maar niet voor vandaag. Even die terug doen. Zo. Gaan we maar eens even in deze zoeken. Ik denk dat we hier een betere plek in gaan vinden. Betere hoeveelheid kijkers. Kijk, hier heb ik wel dingen waar ik wat mee kan. Kijk, zie je dat? Het is een beetje hetzelfde steltje. Dit vind ik wel leuk. Die is ook. En die. Kijk, nu kom ik in de serie waar ik wat mee kan. En dat hoeft niet per se allemaal erop. Maar dan heb ik wel keus, zeg maar. In blaadjes en in vormpjes. En dan vraag ik me af of die achtergrond goed is. Want ik krijg nu een heel andere idee ineens. Een bloemetje. Misschien dat ik toch een... nog een bloemetje. Ik denk dat ik eventjes ga wisselen van achtergrond. Wat ligt hier nog in? Dat is ook nog een bloemetje. Oké, ik ga even kijken wat is de achtergrond. Achterkant. Ik denk dat ik een beetje een neutraler achtergrondje moet zoeken. Even kijken. Dit is het allemaal niet. We gaan even kijken of we een neutraal bruin achtergrondje kunnen vinden. Ik heb van alles nog wat hoor, dus dat scheelt. Dit niet. Het is allemaal uit dezelfde serie.
Kijk, dan is dit beter. Of met iets meer muzieknoten heb ik ook nog. Of gewoon blanco, dat kan ook nog. Of nog een ander, is dat een andere kleur? Nee, is denk ik dezelfde kleur. Of een beetje groenig. Nee. Ik ben nu gewoon even aan het bladeren. Dat is ook hetzelfde kleurtje. Ja, nee. Dan gaan we dan denk ik de keuze houden bij deze, deze of deze. Oh, dit vind ik ook nog wel heel leuk. Daar kan ik misschien ook nog wat mee. Laten we eens even zien. We hebben nu een beetje een idee. We gaan eens even freubelen met papiertjes. Ik denk dat ik die twee en dan dit ertussen of zo. Mooi. Ik moet even spieken, want dit is een brief. Die wil ik eigenlijk wel een beetje zichtbaar houden. Ik ga nog wel scheuren hoor, straks, denk ik. Dan heb ik nog een rechtopstaand plaatje, zo. Even spieken hoe dat eruit ziet. Nou, dat is best oké. Okay. Die vind ik te groot. Vind ik deze hier mooier. Oké. Okay. Die typemachine vind ik dan eigenlijk nog leuker. Want dat, dit is weer handgeschreven. Misschien moet deze weg. Misschien moet dit als achtergrond dienen. Zo. Nou, dat is nog beter eigenlijk. Maar dit is niet dezelfde kleur. Het voegt niet. En ik heb een lege accu. Dat is niet handig. Ik ga eventjes zoeken en jullie even een nieuwe accu erin gooien. En dan gaan we eens even aan de slag. Zo, gaan nieuwe accu. Bedenken op de woorden vandaag. Ondertussen heb ik bedacht dat ik het nog niet leuk vind. Dus dat ik nog even verder ga spelen. Puur. Ik denk dat ik dit eruit moet halen. Ik ga nog eens even papiertjes zoeken. Ook die la moet nodig worden opgeruimd. Kijk, hier zitten ook weer allemaal papiertjes tussen. Kleine en grote. Maar zit daar dan wat tussen wat ik leuk vind? Wat beter voegt? Ik zoek iets wat eigenlijk een beetje hierbij past. Want ik heb wel in mijn smiezen dat ik daar wat mee wil. Maar welk papiertje past daar dan bij? Kijk, want dit is het ook allemaal net niet, zie je? Hoewel, die is wel weer heel leuk. Wacht even, we gaan even kijken wat dit wordt. Misschien heb ik het gewoon in één keer te pakken. Als ik deze nou neem. Nee, dat voegt voor geen millimeter. Nee, we gaan even verder in de la duiken. Hier ligt echt zoveel spul in mijn la, dat wil je niet weten. Kijk, dit zijn hele handige paginamarkers. Paperclips. En waarom die in mijn la liggen, weet ik ook niet. Maar ze liggen er wel. Even spieken, wat heb ik hier nog meer? Nou, dit is allemaal meer van hetzelfde. Dit heb ik allemaal ooit eens netjes gesorteerd. Maar het is nu een paarhoop. Dat komt omdat er van alles elke keer bij komt. En hoe leuk het ook is. Maar het werkt niet echt. Eens even zien. Zit hier wat in? Het is een best lastige kleur hoor. Dat beetje geel. Kijk, dit zou heel goed kunnen, denk ik. Dat is wel heel mooi. Gaan we die proberen. Eens even kijken of we er een. Die ga ik wegdoen. Die is zo groot dat die mij in de weg zit. Om een of andere reden. Kan ik je niet uitleggen. Kijk, dan vind ik deze veel mooier zo. Ik probeer nu even wat, hè. Zo. Zo, en dat vind ik mooi tot nu toe. Die gaat aan de kant.
denk dat ik dit zo laat. Maar dan moet ik eerst zorgen dat er hier een strook tussenuit komt. Ik wil die rand gebruiken. Dus dat ga ik dan over elkaar plakken. Ik moet even mijn... Kijk, ik heb helemaal geen papier hoor, gelukkig. Dus dat ga ik even weer in mijn la leggen. Misschien dat ik toch wat met letters ga doen. Deze. Dit is wel heel tof. Ik heb een idee. Ja. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Ik ga er eerst een strook tussenuit halen. Kijk. En dan doe ik hem even andersom. Dan weet ik wat ik ongeveer overhaal. Zo. Kijk, want ik wil dit een beetje over elkaar laten lappen. Dat ga je straks niet meer zien, want daar ga ik de tape over plakken. Slim, hè? Even kijken, ik wil hem niet gecentreerd. Oké, die ga ik eerst vastplakken. Ik heb een idee. Oh, dit is leuk. Ineens floept die idee mijn hoofd in. Even kijken. Hij moet niet gecentreerd. Hij mag wel een beetje meer naar boven dan naar beneden. Dus we doen hem daar. Zo. Deze doen we dan zo er tegenaan. En dit gaat er dan overheen. Dan heb je gelijk ook een gouden randje in het geheel. Waardoor het ineens tot leven gaat komen, hoop ik. Kijk, ik weet niet of jullie het randje erg kunnen zien. Maar nu moet ik nog beslissen of het randje zo gaat of zo. En ik leg hem er heel even op. Kijk, ja, dit is hem. Oh, ik word hier zo happy van. Waar is mijn schaar? Ik had net een schaar, mensen. Oh, hier. Kijk, ik knip het alvast even af. Dit is trouwens washi tape die ik gekregen heb van Painting Sparkles. Dat is een webshop waar ik wat gekocht heb. En zij sturen dit als cadeautje mee. Oh ja, ik word hier helemaal happy van. Oké, ik ga ondertussen even iets opruimen dat ik dat een klein beetje gecoördineerd hou. Dit heb ik niet nodig, dit is rood. En deze laat ik nog heel even liggen. Misschien dat ik daar nog iets mee ga doen. Goed, deze ga ik eerst afknippen op de goede hoogte. Kijk. Zo. Zie je hoe gelijk zo'n pagina dan anders wordt? Is dit nou een sticker of is dit een... Dit is een sticker. Hé, dat is nice. Want dan plakt hij zo mooi. Zo. Dan zijn dit ook stickers. Oké, nu gaan we eens even de volgorde bepalen. Dan heb ik een paar opties. Ik kan het om het heel simpel te houden zo doen, maar dat vind ik minder mooi. Ik wil graag namelijk een beetje het leven erin wekken. Deze. Zo. Zo. Moet die een klein beetje opschuiven. En dan die. Oh, hoe leuk is dit? Even kijken, hebben we nog iets? Kijk, oh, dit is ook wel leuk, want dat is photography, photography. Dit is ook photography. Heb ik er nog eentje met? Kijk, dit is, dan is dit leuke, dit is ook. Allemaal, dan heeft het allemaal met foto's te maken. En ik had net ergens een cameraatje dan. Maar dat is niet zo'n ouderwets plaatje volgens mij. Nee, dat is iets totaal anders. Andere, dat is zo'n plaatje, zeg maar. Dus dat is niet echt een camera. Dus dat voegt niet. Het is kerstmanauto, dat voegt wel helemaal niet. Maar hier heb ik nog wel een klok. Dat is een totaal andere kleur, dat past niet. Dat is dan weer jammer.
Oké, maar dit vind ik wel heel tof. We gaan gewoon hier beginnen. En dan plak ik die iets over deze heen. Yep. Ik denk dat dit weer een hele simpele pagina gaat worden. Ik vind dat steeds mooier. Ik kan je niet uitleggen waardoor dat komt. Maar mijn hoofd vindt dat gewoon steeds mooier. Nou ja, dat mag natuurlijk. Het is handig dat dit stickertjes zijn trouwens. Kijk, en dan kan ik kiezen uit deze. Of deze. Die, duidelijk. Heel duidelijk. Oké. Even wat dingetjes proberen hoor. Dan krijg je twee keer dezelfde. Dat vind ik minder mooi. Kijk, nu wordt het even proberen. Want eigenlijk moet hier nog wat, maar ik weet nog niet wat. Maar ik heb wel een idee, maar dat gaan we nog niet doen nu. Dit kan. Maar ik kan ook kiezen voor deze of gewoon voor een boek. Maar die voegt niet zoveel toe. Dan vind ik dit gewoon hier op het hoekje dan toch nog het leukst. Hier moet iets goudkleurigs komen. Maar wat heb ik in goudkleur? Dat wordt een uitdaging. Heb ik iets in goudkleur? Ik heb ook geen goudkleurige verf. Alleen bruin. Het enige wat ik in goudkleur heb is zo'n stift als dit. Wacht even. Kijk, zo een. Een Posca. Kan ik daar wat mee? Eerst even schudden hoor, mensen. Dit is een... Niet een dingetje wat weg kan. Dit wel. Kijk, dat zou wel de oplossing zijn. Misschien kan ik gewoon heel simpel een bloemetje tekenen. Dat moet ik dan wel even oefenen. Nou, dat vind ik niet zo mooi. Ik heb een bloemetje getekend, maar... Dat vind ik niet zo mooi. Maar dit is wel de oplossing met een goud ding. Misschien met een goud met stempel maken. Wacht even. Ik krijg nog niet. Een stempeldoek. Een tasje met stempels. En jullie weten denk ik al welke ik ga zoeken. Even zoeken waar die is. Ik heb er één met een soort van tekstdingen. Dan hoop ik dat die hierin zit. En niet dat die stiekem beneden ligt. Want ik heb hem gebruikt voor iets anders ook. Hier ligt. Ja, ik heb hem. Kijk, je kunt zien, ik heb hem voor wat anders gebruikt. Als ik daar nou eens goud op doe. We gaan het gewoon proberen. Wordt het niks, wordt het niks. Nou, dit gaat even duren, ben ik bang. Hij hoeft niet helemaal bedekt, maar wel... Een stukje natuurlijk. En ja, dat paars kreeg ik er niet meer af. Dat heb ik me inmiddels, heeft hij al in de vaatwasser en al geweest.
een klein stukje. Dat hoeft niet zo uitgebreid wat mij betreft. Kijk. Maar als ik dat nou eens gewoon zo doe. Oh ja, dat is precies wat ik wil. Kijk nou. Oh, dit is leuk. Ja, jullie kunnen het heel slecht zien. Wacht, kijk. Zien jullie nu dat er letters op staan? Maar dit is precies wat ik wil. En dat ga ik dus nog meer doen. Maar ik moet even kijken hoe ik dit handig erop ga krijgen. Ik denk met een kwastje. Dus ik ga even kijken of ik mijn pen een beetje aan de lekkerij kan krijgen. Dat ik een druppeltje eruit kan halen even. Maar dit is een te goede pen, zeg maar. Dus we gaan nog maar even door. Het is echt het nadeel dat een Posca echt een goede pen is. En ik heb geen andere gouden pen die ik even door midden kan doen. Ik denk dat we er zijn. Ik denk wel dat mijn Posca nu vakkundig naar de omzeep is geholpen. Maar goed, dat zei zo. Kijken of ik hier nog wat. En dan hier nog wat. Maar dat mag dan weer alleen maar daarop. Oh ja, dit is wel echt helemaal wat ik wil. Nog een beetje zo. Voordeel is, je kunt het toch niet lezen. Dus het maakt niet zoveel uit. Maar zo komt hij wel tot leven. Ik moet wel dit er gelijk afpoetsen. Want ik denk dat ik dit erop laat zitten. Dit krijg ik er echt van zijn levensdagen niet meer af. Grappig is wel, die Posca neemt dus nu het paars mee. Kijk. Hij wordt schoner dan dat hij was. Dat is best wel bijzonder. Maar dit is wel wat ik heel graag wil. Ik ga het even schuin en van dichtbij laten zien. Kijk, nu zit er dus gewoon tekst op. Hoe leuk is dat? Het is niet te lezen, maar het idee is wel schattig. Maar nu mis ik eigenlijk nog iets. Maar wat? Daar moet ik nog eens even over nadenken. Want wat moet er hier dan nog bij? Stickertjes vind ik niet zo leuk. Ik ga heel eventjes in mijn bak met andere stickertjes kijken. Ik denk dat ik namelijk wel een idee heb. Kijk. Ik denk dat ik het idee heb gevonden. Deze kunnen er ook meer makkelijk af. Dat is toch tof? Zo, even goed erop plakken. Ze plakken een beetje lastig op die washi-tape. Maar! Tada! Dit was wat we misten. Ik zei dus, dit was wat we misten. Deze vind ik alleen te veel naar beneden zitten. Dus die peuteren we er nog weer even af. Dat is het voordeel, dat kan. Even kijken hoor. Dit is beter zo, denk ik. Oh, nou zit er een kreuk in. Dat willen we ook niet. Hij moet wel mooi glad zijn. Kijk. Dat is toch... Nee, is ook niet goed. Nee, nou is hij weer te hoog. Ik ga nu wel een andere zoeken. Deze plakt niet meer fijn. Ik ga hem er eens even bij houden. En dan kijken of dit goed is. Ja, dit is goed zo. Nou. We begonnen met ingewikkeld doen. En we eindigen met eigenlijk een hele leuke pagina. Ik vraag me nog af of ik deze moet laten zitten. Maar ik denk het wel. Ja. Ik vind hem weer heel leuk geworden. Hij is af. Ik ga nog iets wisselen.
Ik ga deze er nog afhalen en vervangen door deze. Dat vind ik zoveel mooier. Dus dat ga ik gelijk doen. Ik zag hem liggen en toen dacht ik, oh, maar die zocht ik. Die was ik kwijt. En ik was aan het opruimen en toen kwam ik hem tegen. Ik denk, ik ga het gewoon nog even erachteraan gooien. Dat ik toch nog even dit ga doen. En nu ben ik dus aan het pielen met het openmaken. Dat moet er wel even af natuurlijk. Van het plasticje. Maar kijk. Het is toch mooi zo. Zo vind ik hem veel mooier. Die laat elke keer los. Dat hoeft niet. Hij is klaar. Nu is hij echt af. Zo. Nou, hij is dus toch uiteindelijk nog weer anders geworden dan dat ik hem had bedacht. Ik vind het heel leuk met dat goudaccent. Dat zie je hier niet goed op. Maar het is echt, in het echt is dat net een mooie subtiele toevoeging aan de pagina. Waardoor je hem eigenlijk helemaal weer oplicht. Ik ben er heel tevreden over. Ik hoop dat jij hem ook leuk vindt. Dankjewel voor het kijken. Hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. Kijk je 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen. Tot de volgende video. Doeg!